Onze camper is teruggekeurd. Eigenlijk zowel met een lichte vracht als met een camper moet je elk jaar naar de keuring rijden. Waar je met een gewone auto, niet personenvervoer, dus een gewone standaard auto, kun je de eerste 4 jaar moet je niet naar de keuring zolang dat die auto nieuw is. Het is pas een keer dat je die 4 jaar voorbij bent, of als je een lease hebt, ja, dan verkoop je hem waarschijnlijk na die 4 jaar, maar anders is het na die 4 jaar pas dan dat je jaarlijks naar de keuring moet met een lichte vracht. En met een camper is dat niet het geval, daarmee elke keer naar de keuring. Ik ben dus nu net ik ben vorige week net geweest en alles is gekeurd, maar het viel mij wel op dat er wat aan die mensen, dus je staat in de rij voor de keuring, je moet dat proces als zo'n lopende band, hè. Wat is de vering, eerste lichten, dan de vering. Zo, er worden een aantal dingen getest. Wat dat bij mij nog nooit getest is bij deze, zijn de uitlaatgassen. Maar ik veronderstel dat ze dat ook, misschien testen ze dat niet op lichte vracht, omdat dat andere criteria zijn. Of misschien testen ze dat pas als ze minder recent is. Want deze is van 2017 geloof ik, dus die is nog maar 3 jaar oud. Die heeft 2 jaar, 2 jaar en een half is die gekeurd geweest als lichte vracht. Je ziet daar die stickertjes, dat is nog van de, ja, dat is de tol. Maar dat zijn de stickertjes nog van de lichte vracht. Dus van 2017 tot 2018, 19 en 20. En dan in 2020 is hem omgebouwd naar camper. Dus sindsdien is het een camper. Over wat dat er nodig is voor die ombouw tot camper, daar heb ik al een keer een video rond gemaakt met het hele proces. Maar ik denk eigenlijk het voornaamste is dat je een nieuw COC moet krijgen. En dat COC, daarin staat er onder andere dat die kabinet een camper is of een lichte vracht of enzovoort, wat die camper is. En het aantal zitplaatsen staat daar ook in, want wij hebben ons aantal zitplaatsen gewijzigd. Of laten wijzigen beter. Dus dat moet ook allemaal correct in staan. En het is eigenlijk alleen op het moment dat we de camper gekeurd hebben, waar dat we wisselden van lichte vracht naar, dus een omkeuring gedaan hebben van lichte vracht naar camper. Alleen dan hebben ze een vrij grondige check gedaan. Alleen, ze zijn... Met vrij grondig bedoel ik dat ze binnen geweest zijn en dat ze gekeken hebben. Al de andere keuringen was gewoon voorrijden. Ze nemen dan over en ze rijden door hun traject. En op het einde mag je terug instappen en mag je gaan betalen. 45 euro of zo is dat dan. En heb je een nieuw keuringsbewijs. Maar heel vaak kijken ze zelf van achter. Je krijgt heel vaak de vraag van... Ja, ik heb een lichte vracht. Kan ik dat inrichten als kamper en zonder problemen gekeurd krijgen? Ja, volgens mij wel, want er wordt niet gekeken. Er wordt bijna nooit gekeken naar wat dat er zich bevindt in de laadruimte. Het is alleen als je hem echt wilt omkeuren naar kamper, dan moet je de eerste keer dat je die omkeuring doet... Dan moet je wel zien dat de papieren in orde zijn. Daarvoor heb ik 1 keer een voorlopige keuring gehad, omdat er een paar problemen waren met de papieren. En zeker als je zo dingen like stoelen enzovoort, dat kun je niet zomaar plaatsen. Maar een keer dat daar rond is, geen probleem volgens mij. Ze hebben hier, ja, voor een camper moet je eigenlijk, er zijn een paar vereisten, een toilet enzovoort, dat moet je allemaal niet hebben. Zeg maar, je moet een slaapplaats hebben, dat mag ombouwbaar zijn. Je moet een eettafeltje hebben, dat zit nu daar, maar normaal staan mijn stoelen naar elkaar gericht en zit dat, zo'n trein zit dat eettafeltje daartussen. Je moet berging hebben. Dat hoeft niet in de hoogte te zijn. Dat mogen ook gewoon kastjes beneden onder het bed of zo zijn. Maar je moet iets van berging hebben. En je moet een kookplaat hebben. Hier is mijn kookplaat. Met een pomp. Daar zitten papieren in. Ik weet niet waarom, dat moet ik eens checken. Maar like stromend water enzovoort, dat is allemaal niet nodig. Een gasaansluiting of zo is allemaal niet nodig. Een accu is ook niet nodig. Onze gasflessen, dat is echt gewoon, dat zijn 2. Ik heb er 2, voor als de ene leeg is, dan wissel ik en dan ga ik ondertussen op zoek naar een nieuwe. Dus zo zit ik nooit zonder gas. En hiermee, wij doen daar meerdere reizen mee hoor. Dat is echt, ik weet niet hoeveel gram dat juist is, zo in zo'n flesje, maar dat zijn vrij kleine flesjes. En wij, het enige wat we doen is daarop koken en we kunnen daar echt heel lang mee koken. En dan hebben we hier nog een koelbox, maar een koelbox, toilet enzovoort, dat is allemaal geen vereiste. Wat dan voor ons eigenlijk de beste, de aanpassingen die wij aan onze camper, of aan onze kabinet eigenlijk beter,
Ja, ondertussen is de camper. En onze camper gedaan hebben, wat dat voor ons het belangrijkste was, of het meest plezier aan gehad hebben, is ja, die coolbox. Dus dan kun je eten meenemen dat gekoeld moet zijn. Dan, je ziet het daar al, die dubbele bank. Ja, ik moet daar nog wat afwerken hier. Dat is moeilijk om aan te duiden allemaal. Hier tussen moet ik nog een beetje afwerken. Maar dus een enkele zit, dat je die doorgang hebt. Dus dat je van voor naar achter kunt gaan. Plus die zetels kunnen ook draaien. Dat is ook handig als je... Wacht, kun je dat zien? Ik zit ervoor, die zetel zit ervoor. Ja, plus dan die zetels ook kunnen draaien dus. Wat dat vooral handig is als je een kleinere camper hebt. Wij hebben een van 6 meter, dat is eigenlijk groot genoeg. We hoeven die bijna nooit om te draaien. Maar zeker als je een klein hebt, is dat handig dat je die zetels kunt omdraaien. En dan denk ik de andere aanpassing die we gedaan hebben, die meer dan... alleen dat we echt belangrijk en interessant vonden. Ja, van gas. Je mag zelf gewoon zo een kampvuurtje, alleen zo'n kampeergasvuurtje mee hebben. Dat je gewoon ergens opstelt. He, je moet gewoon een kookvoorziening hebben. Dat is onze andere... Die luifel, daar heb ik ook een video van. Dat is onze andere... Ja, toch wel... Beste aankoop voor deze camper. Maar er moeten nog een paar dingen gebeuren. Ik zou hier zitten, waar de passagiers zitten, zou ik nog wel een raampje willen. Maar ik ga dat zo voorzien. Dat ik daar... dat gaat een klein raampje zijn. Liefst eentje dat je open kunt doen. Maar dat moet niet groot zijn. Dat is gewoon voor de mensen die achteraan zitten. Dat ze ergens kunnen naar kijken. Nu moeten ze aan die kant door het raam kijken. Dat raam is super handig als bestuurder om te zien als je moet afslaan die kant. Of dat er geen fietsers of zo zijn. Dus daarvoor gebruik ik dat raam heel vaak. Ja, en voor het licht ook hier van achter natuurlijk. Hè. De ramen van achter hebben we niet echt nodig. Die zijn al lang met... dat is niet permanent, maar er zit zo... reflecteert materiaal op. Het zijn allemaal verduisterde ruiten voor de privacy. Maar op zich, die achterste ruiten moest ik opnieuw bestellen. Ik zou die achterste ruiten er niet in steken. Maar hier zou ik wel een klein, niet zo'n grote ruit, liggen daar. Plus dat die grote ruit ook niet eens open kan. Maar een kleiner kamperruitje. Wat dat dan liefst ook open kan. Gewoon voor de passagiers die hier zitten. En dan voor de kindjes moet ik ook nog... waar dat die twee stoelen staan... Met die gordelkussentjes. Daar moet eigenlijk een bed komen. En dan moeten die twee stoelen moeten eigenlijk naar die andere rijl opschuiven. Daar. We hebben... Hoeveel stoelen hebben we nodig? Ja, als ik met alle dochters op reis wil, heb ik 3 stoelen nodig van achter. En als de grootste, want deze zomer wordt die 17. Als die niet meegaat, dan heb ik maar 2 stoelen nodig achteraan. Maar... ja, dat is wat er nog gaat gebeuren. Voor de rest... ja, de rest is de afwerking. Ik ga ooit de isolatie een keer opnieuw doen ook. En dan ga ik waarschijnlijk met houten latjes alles afwerken. Kijk, want hier nu heb ik nog niet zo heel veel. Kijk, dat is allemaal nog niet afgewerkt hier. Daar van achter is het ook nog niet afgewerkt. Dat hier. Die gordels moeten ook nog verdwijnen. Deze. Die mogen daar af. Want die stoelen hebben eigenlijk een ingebouwde gordel. Dat is gelijk die stoelen hier. Daar hangt de gordel aan die stoel. Voor als je wil draaien. Hè. Dan kun je eigenlijk draaien met je gordel aan. Dus, maar dat mag dus weg. Heel dat ding. En dan kan ik... ja, dus daar moet ik die plastic ook nog veranderen. Daar moet ik iets over doen. Dat verdwijnt ook nog. Omdat we het nooit gebruiken. Er zit een verwarmingselement onder. Achteraf gezien had ik dat beter niet besteld, want dat gebruiken we dus nooit. Dat is een webastoverwarming. Maar voor de rest denk ik wel dat we er bijna zijn hoor. Als je specifieke vragen hebt rond heel het kampergebeuren of heel het omkeuringsgebeuren, want ik merk dat er de laatste tijd veel vragen of dat er veel meer gekeken wordt naar de video's. Ik vermoed dat dat met COVID-19 te maken heeft ook, dat de mensen ze beseffen dat ze waarschijnlijk niet met vliegtuig op reis kunnen, dat ze misschien in hun eigen land zelf op reis gaan moeten. En dan is op reis gaan met een camper toch wel interessant.